Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goede nieuwe video. Vandaag doen we weer Minecraft, survival, hardcore. Maar we zitten in een wereld waar er alleen maar caves zijn. Dus we zitten de hele tijd ondergronds. En wat nog een ding is, er zijn helemaal geen bomen. Dus dat maakt het heel erg moeilijk. Ik heb direct een plekje gezocht waar ik bij de mineshaft ben. Dat maakt het al iets makkelijker. En dit is ook de enigste manier, denk ik, om aan hout te komen. Hier in een mineshaft. Aangezien er helemaal geen bomen zijn in deze wereld. En het zijn ook al direct cave spiders en zo. Die het met leven zuur willen maken. Pas op, want het zijn echt heel sterk, die cave spiders. Oké, het is dood. Ik had al eieren gezien, maar ik moet eerst zorgen dat ik wat hout heb. Eten gaat ook wel een probleem zijn in deze wereld, ik voel het al. Oké, goed, laten we beginnen met onze eerste tools. Pickaxe lijkt me het beste om nu te maken. Oh, wel zo'n spawner, daar moet ik voor oppassen. Ik denk dat ik een bel ga maken. En ik sneller hout hakken. Oh nee, die spin kan tot mij komen. Dat is geen goed teken. Hopelijk gaan we niet al meteen dood. Oké, we hebben nog een paar haartjes over. We kunnen wel aan een fishing rod maken, daar kunnen we toch aan voedsel komen. Zo, eindelijk kunnen we wat zien. Ik ga eieren hakken. Nu kan je natuurlijk ook fortune gebruiken op eieren, sinds de nieuwe update, dus dat is wel fijn. De crafting table ga ik elke keer meenemen, aangezien hout in deze wereld heel erg zeldzaam is, kan ik niet zomaar steeds een nieuwe crafting table maken. Oh nee! Oeh, we zitten nu al heel slecht. We zitten nog maar op één hartje en we zijn nog maar net begonnen. Ik denk dat het tijd is om het iron te smelten. En een redstone kan ik niet eens hakken. Oh nee, lava komt. Zwaard hebben en een schild, maar daarvoor hebben we niet genoeg hout. Ik zie hier nog wel hout. Ik ga snel fakkels plaatsen. Hopelijk heb ik hier een kist ergens. Dit sluit ik beter af. Ja, ik kan hier vissen, denk ik. Ah nee, dat was maar één source. Ik denk dat je dan moeilijk kan vissen. Hier ga ik even een klein poeltje maken waar ik in kan vissen. Ik weet niet hoe groot die moet zijn om te kunnen vissen. Maar we kunnen al een infinite water source maken hier. Dus een pool maken moet nu wel lukken. We moeten alleen zorgen dat we niet worden aangevallen. Want als er nog één mob komt, gaan we waarschijnlijk dood. En dat is niet zo handig. Oké, nu is dit goed genoeg om alles op te vullen met water. Oké, ik maak de visengel. En hopelijk vangen we wat visjes. Ja, er komt een vis. Oeh, we hebben nu toch iets van we eten. Oké, volgende vis. Zo krijgen we ook nog wat XP. Oké, kan ik hier even wat kool hakken? Meer fakkels maken, ik voel me nog niet helemaal veilig. En laten we het eerst het vis koken. No way, er is weer zo'n spider daar. Dus daarvoor wil ik het liefst alles afdekken. Onze levens gaan uiteindelijk ook weer naar omhoog. Dus dat voelt weer goed. Maar ik wil echt heel veel vis hebben nu. Dus ga ik nog wat verder vissen. Oké, dan hebben we nu al genoeg vis hebben. Tijd is om alles te koken. Al het hout kunnen we heel erg goed gebruiken. Ik wil graag een weg naar boven mijnen. Dus laten we dat even hier doen. Want boven zijn er nog grotere caves, al is water. Misschien toch een andere kant op gaan. Oh fijn, hier is alles al geblokt. Dus we kunnen verder. Oh, hier nog niet. Even kijken. We moeten ook zien of we zo snel mogelijk een full setje iron armor hebben. We komen weer bij een grot uit. Nee, een skeleton is hier. Dit is gevaarlijk. Oké, heb ik schild.
en de skeleton is dood. En koper heb ik echt helemaal niks nu. Even hier alles een beetje verlichten. Water komt van hier, dus dan maak ik ook even stopzetten. Ja, we waren hier bezig met mijnen. Oh, ik kom hier gras tegen. Betekent dat we zo'n gigantische groep hebben. Oh. Dit is het. Nou, ja, dan kunnen we moeten weer verder omhoog gaan. Dus hier gaan we nog verder. Maar het is toch niet echt de plek dat ik zocht. Dus we gaan hier neer naar boven. Mijnen. Maar we kunnen dus wel gras vinden. En ik zie dat ik zo meteen ook weer eens moet misschien gaan vissen, want het voedsel gaat echt heel erg snel op. Ja, ik zie hier weer gras. Ja, dit is wat ik dus bedoelde. Kijk, dit is wat we kunnen vinden. We hebben hier een mooi plekje gevonden. Waar het een heel erg grote cavewereld is. Ziet er allemaal wel heel erg episch uit, vind ik. Ook heel erg gevaarlijk. We hebben pompoenen. Die zijn ook zeldzaam. En ook creepers. Oh, misschien kan ik een music disc krijgen. Moet ik wel oppassen. Nog één klap, denk ik. Ja, een music disc. En die skeleton valt ook naar beneden. Dat is wel leuk om in de eerste aflevering al een music disc te hebben. Maar ja, ik denk dat ik hier ga afsluiten voor deze aflevering. Dus hop, oh nee, er wordt nog aangevallen. Dus ik wil even snel de outro doen. Maar ja, we worden nog aangevallen. Dus dat is niet handig. Zo, nu zitten we veilig. Dus ik wil bedanken om te kijken naar deze video. En laat even meer weten als jullie meer van deze wereld willen zien of niet. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei.